Waarom ik dit boek mooi vind en waarom je het zou moeten lezen, is om, dat is Jane Owl. En het gaat over de aardkinderen. Ayla, die maak je dan mee vanaf kind zijnde 5 jaar totdat ze volwassen is. En dat is zo meeslepend, zo een geweldige omschrijving. Wat er dus allemaal gebeurt, waar ze tegenaan loopt, waar ze overwint vooral. Het wordt zo ontzettend mooi en warm beschreven. Ja, die moet je gewoon gaan lezen. Dat meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Ayla, die is geweldig. Mijn grote voorbeeld van hoe sta ik in het leven? Hoe kom ik hierdoor als ik weer een probleem heb? Ja, Ayla zou het zo doen en geweldig.